Wij zullen de spelende stevetjes aan jullie voorstellen. Emé Antunes, vandaag ben je niet als trainer, maar wel als scheidsrechter. Ja. Hoe begin je eraan? Dus ik iets anders zit, is lang geleden, maar uiteindelijk als trainer heb je ook veel partijtjes op training en dan moet je ook coachen en leiden. Maar het is lang geleden, het is via familie dat me dat gevraagd heeft en ik dacht dat het buiten was, maar het is indoor geworden. Wat verwacht je van de wedstrijd? Spannend, ik zal een beetje trachten te regelen dat het spannend blijft. Oké. Hoe is het om te spelen tegen de leraars? Heel spannend en ik vind ook dat ze het goed doen en ze kunnen wel goed scoren en zo. Maar jij speelt wel samen met de spelers van Loker, hè? Hoe voelt dat? Ik vind het heel leuk, want dat is een hele eer, vind ik. En wie van de drie is de beste, vind je? Ik vind ze eigenlijk alle drie wel. Heel andere sfeer dan tijdens een echte wedstrijd. Wow, het komt dicht in de buurt. Al die kinderen zijn super enthousiast. Ja, zingen onze namen, zingen voor heel de school. Hè. Dus echt, het is fantastisch om te doen. Is dit echt iets waar je zelf als speler van geniet? Ja, zeker. Zo'n kleine supporter is gewoon voetballen. Dat is perfect.